Ik woon hier sinds augustus en het is echt een super groot huis. Ik ben er met ontzettend veel plezier. Ik kon ook nog heel veel dingen zelf beslissen. Hè. Bijvoorbeeld deze boekenkast dat ik die zo heb gemaakt. Dit is mijn dakterras. Uitzicht op het water, heel wijd. 20 meter links zit je in de polder in het groen. Vlondertje, bootje, water, prachtig. Tussen Amersfoort-Vathorst en de polder Arkenheim ligt de wijk De Laak. Deze eigentijdse wijk is bijzonder omdat stedelijk wonen, groen en water met elkaar vervlochten zijn. Trudy van het informatiecentrum Vathorst woont sinds kort zelf in De Laak. Ja, het mooie hier is natuurlijk gewoon wonen aan het water. Dat is echt spectaculair. We hebben allemaal vlonders, bootjes. En geweldig voor de kids natuurlijk. Moet je hier naast maar bijvoorbeeld kijken, liggen wel 5 verschillende soorten opgeblazen bootjes. Maar ook dat iedere woning individueel is. Dus voor iedere persoon kan je zelf je gevel uitkiezen. De vorm van je huis. Plat dak, geen plat dak. De woningen zijn allemaal ruim van binnen. Heel stedelijk ook. De bouwstijl van De Laak is geïnspireerd op Venetië en Hollandse grachtenstadjes. Het voelt stedelijk aan, maar bijna alle woningen liggen aan het water of hebben uitzicht op het water. Weet je wat ook heel mooi is in De Laak? Dan kom je dus met je bootje zo dat gebied uit en dan heb je gelijk de Groene Polder. En iets verderop heb je de Arkhamheen Polder. Nou, dat is echt een hele bijzondere oerpolder waar nog nooit ingegrepen is. Naast de Weidse Polder is er ook de Laakzone. In deze gebieden kan je kilometers paardrijden en wandelen. Ook vind je midden in de wijk het Kaipark, een stadspark met Japanse elementen. We varen hier op de Laak. De Laak was vroeger een klein stroompje. En Adriaan Geuze, stedenbouw van het plan De Laak, die dacht gelijk van weet je wat, we maken hem 22 meter breed. En dan kunnen we gelijk doorvaren naar Noorwegen, bij wijze van spreken. Nou, zo simpel is dat niet. We moeten sluizen maken, maar ja, sluizen is natuurlijk ook weer een vorm van waterbeleving. Dus heel erg leuk eigenlijk. En we komen straks bij die sluis ook terecht. En het gebied daarna heet dan Laak 2. Laak 2 wordt een nieuwe wijk, waar vanaf 2011 ongeveer 4300 nieuwe woningen worden gebouwd. De uitstraling zal groener worden dan Laak 1 en krijgt een dorpse karakter. Er zijn meerdere boerderijen die blijven bestaan. En dat geeft ook al een beetje geschiedenis in zo'n gebied. Ook komen er aan de Laak vrije kavels. Dan kun je zelf je eigen huis op laten ontwerpen. Dat is natuurlijk helemaal top. En in de toekomst kan je echt met je bootje naar het Nijkerkanaal. Wil je meer weten over wonen in Vathorst? Bezoek dan Trudy en haar team in het informatiecentrum Vathorst.